allemaal. Wij hebben een heel leuk pakketje ontvangen van Primark. Met daarin de K-pop beauty collectie van Primark. En dat is dus een collectie geïnspireerd op K-pop. En de verpakkingen zien er echt super schattig uit. En we hebben wel eens vaker beauty producten van Primark op ons kanaal getest. Vonden we super leuk om te doen. Dus we dachten, deze collectie willen we ook echt zeker aan jullie laten zien. In een first impression review. En ik ben heel erg benieuwd. Ja, laten we snel beginnen. Als eerste deze. Dit is de Blender Sponge and Case. En hij is echt super schattig. Ja. Het is een soort van een eitje eigenlijk met een gezichtje. En daarin past het andere eitje natuurlijk precies in. En deze kost 4 euro. Dan hebben we hier de case in de vorm van een eitje. En die gaat gewoon heel erg makkelijk open. Dat is en eigenlijk gewoon een plastic bakje met eronder nog twee gaatjes. Zodat je hem waarschijnlijk mee kan nemen. En dit is de... ja, spons. Eigenlijk de beauty spons. Hij heeft een heel soort van gek van tutje hier bovenop. Ja. Voelt helaas, ik vind hem echt te stevig. Hè? Ja, dat heb je heel vaak met andere beauty sponsen naast de bekende beauty blender. En van Real Techniques bijvoorbeeld, die vind ik echt veel wat zachter en elastischer. En deze is helaas wel weer wat harder. Ik ga hem eventjes snel nat maken onder de kraan. Ik neem aan dat dat ook met deze de bedoeling is. En dit is de spons als die nat is gemaakt. Zoals je kan zien is hij echt een stuk groter. Dus ik ben best wel verbaasd eigenlijk dat hij zo groot is geworden. Een concealer. Deze is nog uit onze H&M Beauty Line review video. Hij voelt op zich wel bouncier, hè? En wat zachter. Ja, maar wel heel zwaar alsnog. Ja, dus ik ben benieuwd of hij een beetje goed en hij is ook zo groot. Moet je kijken. Oké, hij voelt wel op zich zacht aan, maar dit dingetje bovenop... ja, die hoort niet volgens mij. Irriteert me echt, ja. Je had het eerder je concealer weg. Ja, ik weet niet inderdaad of er nu meer of minder op zit. Het zit misschien allemaal hier. Maar hij voelt wel lekkerder aan nu ik hem zeg maar heb nat gemaakt. Maar echt een vervanger voor de beauty blender, dat denk ik niet. Hebben. Je kan natuurlijk ook je eigen spons in doen. En dit is wel heel erg handig. Dat straks op vakantie. Ja, weet je wel. Dus ik vind het wel een heel leuk ding. Volgende om te laten zien is deze gel eye mask. Je hoeft het niet uit te testen. Maar hij ziet er gewoon heel erg schattig uit. Ik vind hem heel leuk met die oogjes erop en die glitters. En het is natuurlijk wel chill als je deze koelt en daarna op je ogen legt. Dan kan je daarmee een beetje zwelling van je oog verminderen. Waardoor je dus minder erge wallen hebt. Volgende product is een oogschaduwpaletje. En dit is de Sugar Rush. En dit is dus een eyeshadow palette. En deze kost 6 euro. En wat ik ook op de voorkant zie staan is dat hij een kersengeurtje heeft. Oeh, was het wel op zich? Ik weet niet, het ruikt ook een beetje naar kindermake-up. Ja, een beetje soort van kersen slash chalk krijt achter. Ja. Ik weet niet helemaal zeker of ik het kerst zou noemen, maar het is wel een heel leuk detail. En dit is hoe de binnenkant eruit ziet. Ik vind het super schattig. En hierboven staat ook de Sweetest Thing. Dus het is echt wel een heel schattig paletje. En er zitten dus 1, 2, 3, 4, 9 verschillende kleurtjes in. En het zijn wel hele schattige kleurtjes. Het is een combinatie van echt neutrals en zeker niet echt neutrals, zoals deze paars en blauwe. Ja, en sommige hebben dan ook nog shimmers erin en andere zijn weer mat. Dit is de lichte kleur. Oh, hey, dat is best wel goed te zien. En dan heb ik hier de blauwe. Oh, nou dat verbaast me eigenlijk wel. Er is wel een best wel wat fallout zie ik hier. Het lijkt me een hele mooie kleur. Oeh, die is wat minder. Misschien omdat het meer bij je huidskleur past. Niet vreselijk of zo. Ik heb hier nog een mooie roze. Deze zie je allemaal net wat minder, maar het zijn er wat warmere tinten. En deze die is echt geel met een glitter erin. Oeh, die is best wel goed. Ik heb het idee dat ze allemaal best wel goed gepigmenteerd zijn. Ze zijn alleen een beetje aan de droge kant als ik het zo zie. En er is ook behoorlijk wat fallout, dus dat vind ik wel jammer. Zo, paars. Oh, ja. Die zie je bijna niet, maar die ligt echt misschien wel. Die is wel heel erg mooi, die kleur. Peachy. Ja. En dan heb ik hier nog roze. Zit ik ernaast? Ja. Oh, zo, die is verrassend. Ik moet zeggen, de kleurtjes zien er heel goed uit. Maar wat je zei, het is wel droog en daardoor gaat het een beetje brokkelen. Maar ik denk dat het wel mee te werken is. En misschien kan je ze ook nat maken. Maar de kleurtjes zelf zien er goed uit. Nou, we brengen het ook meteen eventjes op onze oogleden aan. En het is lastig te zien op de camera, omdat het ook wel dicht bij mijn eigen huiskleur zit. Maar ik vind het wel heel mooi uit. Deze peach over mijn hele ooglid. Ja, ik heb ook peach op mijn hele ooglid en een beetje licht aan de binnenkant. En dan een beetje een bruine koperkleur aan de zijkant. Ik vind het op de ogen wel heel mooi eruit zien. Niet zo heel erg droog als dat het net leek. Ja, eigenlijk gewoon wel een snel oogschaduwpalet waar je niet zo heel fout mee kan gaan. Nou, voor 6 euro heb je al een heel palet waar je echt alle kanten op kunt gaan. En wij vinden hem best wel mooi. Dus ik zou zeggen... heel erg top. Nou, voor de wangen en de rest van het gezicht hebben we een paar producten waar we uit kunnen kiezen. Dus dat is wel heel erg leuk.
We hebben hier bijvoorbeeld het Sweet Cheeks Blush and Highlight Palette. Deze is 7 euro. En ik kan hem alvast openmaken volgens mij. Ook deze is trouwens weer Cherry Fragranced. Mm-hmm. En dit zie je als je hem open doet. Echt super schattig. Het zijn dus 4 mooie grote hartjes met verschillende kleuren. En er zitten wat warmere en wat koudere tinten in. Dus dat is wel heel erg fijn, denk ik. Deze voelen al wat minder droog aan. Dus dit is Candy Floss. Oeh, hey, dat is wel heel erg mooi. Lemon Sherbet. Als ik het goed uitspreek. Oeh la la, dat is volgens mij ook best wel mooi, hè? Kijk, ja, oeh, dat is wel mooi als een highlighter, denk ik. Ze zijn wel echt heftig, dus je moet wel echt een highlighter houden. Dit is de kleur Jelly Bean. Die is wel droger. Oh, ja. En dan heb ik hier de allerlaatste kleur en dat is Bonbon. Oeh. Hey, die is mooier dan ik had gedacht. Ja, het pigment is wel echt heel goed. Het zijn wel echt hele opvallende kleuren. En ik denk als ik moet kiezen, dan zou ik toch een Candy Floss is het wel. En Lemon Sherbet het mooist vinden. Oeh, veel fallout. Oké, met kwast is het wel wat lastiger. Oh, wauw. Pretty. En hij blendt ook mooi, wel hij is mooi. Heel natuurlijk eigenlijk. Ja, hij blendt ook wel mooi in de huid. Je ziet niet zeg maar dat het super poederig is. Neus. Ga ik eventjes voor de Lemon Sherbet. En dat is dus een wat lichter gouden kleur. Oeh, je ziet het wel echt goed, hè? Kijk, oh. Kijken. Oh, die vind ik heel mooi. Heel mooi. Ja. Ik moet zeggen dat ze echt super mooi op de huid zitten. Terwijl ik in eerste instantie had van een klein beetje aan de droge kant. Maar dat valt echt heel erg mee als je het gewoon eenmaal aanbrengt. Oh, die vind ik ook heel mooi. Ik vind eigenlijk een hele mooie combinatie om die Candy Floss en... Candy Floss en Lemon Sherbet te mengen. Omdat die Candy Floss wat warmer is. En die andere is echt, ja, ook warm, maar echt heel golden, groot. Zeg maar, ja. We glowen nu echt intens. Ik moet zeggen dat ik dit wel echt ik ben wel onder de indruk. Ja, heel leuk palet vind. En het is dus fijn voor verschillende huidskleuren en tonen. Ligt er een beetje aan waar jij heel erg van houdt. Dus deze geven wij een duim omhoog. Maar dan hebben we nog meer producten voor op de wangen. En dit is de Bubble Blush. Dat klinkt echt super leuk. Geen idee waarom het bubble heet. Ja. Het is een Cushion blusher. Zo, mijn uitspraak gaat heel goed vandaag. En zo zien ze eruit. Dit is dus de verpakking. Ziet er gewoon simpel en ja, eigenlijk gewoon best wel simpel uit. Wel een leuk tekeningetje bovenop. En ze kosten 5 euro per stuk. Dus dat vind ik dan, als je kijkt naar een heel palet en dit, een beetje duur klinken op een of andere manier. Ja. Maar er zit wel veel product in, heb ik het idee. Ik moet zeggen dat ik de verpakking wel mooi vind. Het ziet er wel mooi uit. Het is een kwalitatief mooie verpakking, dat zeker. Niet heel verrassend. Ze hebben het een beetje zo mat gemaakt en niet glanzend. Oeh, hey, dit doet me heel erg denken aan Bourjois volgens mij. Die heeft ook zo'n soort verpakking. Want er zit dus een soort van sponsje bij. Nou, we hebben deze blush in 2 kleurtjes. Namelijk pastel, pink en... Coral Dreams. En ik weet niet zeker of er nog meer kleurtjes op de markt zijn. Maar deze lijken ons wel heel erg mooi. En er zit ook nog een spiegeltje aan de binnenkant. Dus dat is wel heel erg mooi. Ik moet zeggen dat ik echt wel onder de indruk ben van deze kwaliteit. Aan de binnenkant zit dus een sponsje met daarop de blush. En deze gaan we nu heel even aanbrengen. Nu ben ik zelf meer van de coral blush dan van de roze. Jij ook? Ik denk het wel. Maar, ja, maar ik probeer wel gewoon laten de roze. Laten we eerst even de swatchje anders. Ik ben ook wel heel benieuwd daarnaar. Ja, ik heb het kussentje gebruikt. Oh, okay. Oh wauw. Okay, het leek wat heftiger op de spons, maar eenmaal op de huid. Wauw. Is het wel mooi. Ziet er wel goed maar uit. Maar wel heel erg opvallend. Ja, en ik heb hier dus de coral. En die zal ik eventjes hieronder doen. Oeh, hey. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik hou heel erg van peachy blush. Dit is denk ik wel een hele mooie kleur die heel erg naturel kan lijken ook. Omdat die niet zo heel erg oranje lijkt. Ja. Oké, ik ben niet zo heel erg fan van dit soort natte producten. En ik weet niet zo heel goed van of ik daarna nog met mijn vinger moet uitblenden. En we hebben net highlighten aangebracht, dus daar gaan we overheen. Daar moet je even niet op letten. Oké. Waar moet ik het doen? Gewoon hier. Oh. Oh. Nee, dit is echt te veel van het goede voor mij. Oh, deze is denk ik wel mooi, maar ik moet eventjes het zelf even uitblenden met mijn vingers. Ja, bij jou zie ik wel echt Het is echt net alsof ik met smink over mijn wang heb gedaan. Het pigment is zeg maar wel heel erg goed. Voor mij is het een beetje te veel van het goede. Maar je kan het wel heel erg mooi wegblenden, waardoor het wel weer mooi eruit ziet. Maar ik hou gewoon niet zo van roze, dus daarom ben ik een beetje
bevooroordeeld, denk ik. Ja, ik moet zeggen dat ik de... het voelt een beetje een soort van olieig aan of zo ergens. Een beetje een soort van rijk, niet waterig of wat anders. Dus je kan het wel zo lekker inmasseren en deppen. En dat vind ik nog wel mooier. Ik kan het volgens mij niet op de camera zien, maar in het echt vind ik wel dat je echt heel mooi. Een hele mooie natuurlijke glow krijgt. En ik vind vooral de coral dus echt heel erg mooi. Maar dat past wat meer bij onze huidskleur. Ik vind de roze is toch wel echt heel erg roze. Ik vind deze wel heel erg leuk. En dan hebben we hier nog twee producten voor op de wangen. En dat is de Super Cheeky Cheek Tint. Dus dat is weer een nattig product voor op de wangen. En ik ben heel erg benieuwd of deze heel erg anders zullen zijn. Ze kosten per stuk €3,50. En zo ziet de verpakking eruit. Het zijn dus echt tubertjes. Ik ben heel erg benieuwd of hieronder nog een applicator zit of iets. We hebben dus twee kleurtjes en dit is Sherbet Crush. Die lijkt een beetje bruinig. En dit is de kleur Bubblegum. En zoals je kan zien is dat wel echt een hele rozige kleur. Een beetje een soort van oud roze wel. Oké, wat zou het zijn? Zou hier een sponsje zitten? Ik was je. Ik of denk... gewoon open? Ik denk een sponsje wel. Wow, het komt er meteen al uitlopen. Heb je dat? Nee, dat niet. Dit is de applicator. Het is echt meer een soort van blending spons. Oh ja, en als je het inknijpt, dan komt het eruit. Oké. Best wel veel ook. Ja. Dus dit is de allereerste kleur Bubblegum. Ik heb hem hier veel dikker gedaan, dus je kan het wel goed zien. Sherbet Crush. Oeh, wow. Het is een beetje veel, sorry. Het is een beetje veel. Oh, er blijft ook vervolgens kruipen. Ik dacht, ik zie alleen maar meer komen. Ik denk al, waarom houdt het niet op? Ja, goh. Sorry. Deze is wel echt roze roze. Een beetje Barbie roze vind ik hem overkomen. Moet je kijken. Ja, het zijn aparte kleuren. We moeten het even zien op onze wangen. Ik weet niet of ik een bruine kleur zo snel op mijn wangen zou... Oeh. Hij is heel donker. Toch? Het lijkt meer op een contouring stift. En weer met dit heb ik iets van, wat moet ik er... Het voelt wel weer lekker aan, zeg maar. Het is heel erg dun en daardoor blendt het lekker. Ik denk dat deze, zeg maar, omdat het gat hier zo groot is, onhandig is als je al snel te veel aanbrengt. Ik weet het niet. Ik vind de kleur van deze bruin uiteindelijk niet heel erg vreselijk. Het is wel meer contour bronzer dan echt een chic tint, denk ik. Ik moet wel even zeggen dat hij wel lekker uitblendt en ook best wel mooi uitblendt. Weet je? Het is niet dat je gelijk van die vlekken krijgt en dat het heel snel opdroogt, want het is nog steeds een beetje plakkerig. Ja, maar ja, dat is ook niet echt lekker. Maar ik vind het ook gewoon niet echt makkelijk in gebruik. Dus voor mij is het eventjes een duimpje omlaag. En we zijn nog niet klaar met de shimmers en kleurtjes voor op onze wangen, want we hebben hier namelijk nog twee andere producten. En deze heet de Beamin Shimmer Powder. En ze zien er echt super schattig uit. Het zijn hele kleine potjes of zoiets met een soort van sponsje bovenop. En ook nog een spiegeltje. Dus hij is handig voor to go, denk ik. De prijs hiervan is €3,50 per stuk. En we hebben hier twee kleurtjes. Ik heb hier de kleur Star Cluster. En ik heb hier Galaxy. Oh, ik moet zeggen dat ik deze verpakking ook wel weer heel erg mooi vind. Het is zeg maar weer een beetje een soort van mattig wit. Ik denk dat het gewoon een beetje dat je moet schudden en dan komt het er vanzelf uit. En dan misschien voor over je hele lichaam wel. Ja, inderdaad. Ook voor op je jukbeenderen en zo. Ja, hoe gaan we dit doen? Gewoon deppen? Oh ja, ik zie het al. Zag je het? Oeh, best wel veel ook. Stuiven? Ik weet niet of je het kan zien. Oh ja, kijk. Je kan het een beetje op mijn hand zien. Het zijn een beetje... Fijne glittertjes, maar wel opvallend. Ruik er eens aan. Oeh, ja. Vies, hè? Ja. Je reageerde er net niet op, maar ik rook het net al. Van, wat is dit? Het ruikt heel chemisch. Ja, dat is inderdaad. Maar ik wil eventjes, zeg maar, moet je... Oh, ik denk dat je echt moet deppen, maar dan zie ik gelijk alles omhoog stuiven. Oké, ik ga het heel eventjes aanbrengen. Op. Sorry hoor, ik kan even niet praten. Hier even aanbrengen. Kan je het zien als je beweegt? Nou, ik heb wel echt wat op zitten. Zie je? Oh ja, je ziet het wel shinen. Ja. Ik weet het niet. We zijn nooit zo heel erg fan van dit soort glitter body producten of body glitter producten. Het kan leuk zijn als je misschien iets van een strandfeestje hebt. Weet je wel, als je misschien in je bikini zit of zo. Maar het is niet helemaal ons ding. Dus wij zouden persoonlijk deze overslaan.
Wel ja. Is weer de verpakking echt super cute en voelt het wel lekker aan. Hij ruikt echt nasty. Ja. Hij ruikt echt veel te chemisch. Dus ik wil niet weten waar die gluts van zeg maar. We gaan deze toch een duimpje omhoog geven omdat het gewoon omhoog, omlaag. Oh sorry, omlaag. Omdat het toch niet gewoon helemaal ons ding is. Nee. Dus. Moving on. Volgende product is voor de ogen en daar hebben we 4 verschillende eyeliners voor. Dit is de Eye Candy Eyeliner en die hebben we in schattige kleurtjes. Het zijn een beetje pastelachtige kleurtjes, dat is wel heel erg schattig. Deze bovenste is Fairy Cake. Dan hebben we deze gele is Dandelion. Dan hebben we een blauwige en dat is Dreams. En de onderste is Frosting. En de prijs van deze eyeliners is 1,50 euro per stuk. En even kijken hoe dit aanvoelt. Verpakkingen zijn altijd de worst. Ik heb nu het dopje en die zit dan met de verpakking nog vast. Dus... ja, ik heb deze manier. Zie ik dat van... oh, hier, hoppatee. Gewoon de aftrekken denk ik dan maar. Hij is super creamy. Hij leek bijna wit. Ja, kijk het echt. Oh, hij is echt heel erg. Het is echt bijna wit. Het is een soort van ijsblauw. Ik moet zeggen dat het pigment wel echt heel erg goed is. Volgende kleur is deze groene. Nou, het zijn allemaal een beetje krijtkleurtjes. Ja, het is, lijkt net bijna hetzelfde. Ook in het echt lijkt het bijna hetzelfde kleur. Je ziet dat net dat hij ietsje groener is. Dit is de paarse kleur en ik ben echt bang dat dit gewoon precies, hetzelfde gaat zijn. Nou, hallo. Ja. Wat hebben we hier aan? Gaan we eventjes wat lager zetten. De camera even kijken of jullie het allemaal wat beter kunnen zien. Kijk, je ziet wel een soort van verschil in kleur. Maar het is allemaal heel erg een beetje hetzelfde soort vibe. En dan is dit de gele. Oh ja, je ziet dat hij inderdaad wat geler is. Oké, hij pakt wel goed op de waterlijn op zich, na een paar keer. En ik heb hem nu onder mijn oog aangebracht. En het geeft mij een beetje wallen of zo. Moet je kijken? Oh ja! Nee, dat, ik denk niet dat dat per se de bedoeling is. Ik moet zeggen dat ik mijn effect niet heel vreselijk vind. Zeg maar, je ogen lijken wel inderdaad wat groter. En het is wel mooier dan wanneer bijvoorbeeld een wit potlood gebruikt. Dan is zeg maar zo'n... gele kleur of een beetje een roze kleur. Misschien net wat natuurlijker. Ja, gele kleur. Wie heeft er nou geel oogwit dan? Nee, maar het is wat natuurlijker dan wit. Ja, dat wel. Kijk, ze lijken zeg maar wel op zich fris. Toch, vind je niet? Wat vinden we hiervan? Ja, het is niet voor mij in ieder geval. Kwaliteit is niet heel erg slecht, maar de variatie in kleur vind ik wel, vind ik niet zo goed. Ik moet zeggen dat ik het effect op mijn ogen best wel grappig vind. Je ziet dat ze mijn ogen... een soort van wat wakkerder lijken, wat groter. Maar ook nogmaals, is dit gewoon net niet echt een product voor ons? Nee. Is het wel wat voor jou? Dan denk ik dat je voor 1,50 zeker niet fout kan gaan. Dus wat dat betreft, probeer het uit. Maar het is gewoon net weer niet echt iets voor ons. Dan gaan we nu verder met de lipproducten. En daar hebben we 2 soorten van. De eerste die we gaan laten zien zijn de Pillow Talk Matte Lip Cushions. Nou, zo ziet de verpakking eruit. Het zijn een soort van stiftjes eigenlijk. En deze kosten 3 euro per stuk. En we hebben 3 verschillende kleurtjes. Ik heb hier Cuddle. Ik heb hier Jelly Bean. En ik heb hier Honey Bun. Aan de bovenkant zit een sponsje. En die voelt wel lekker zacht aan. En je kan hierin knijpen. Dat had ik eerst nog niet helemaal door. Oeh, ja, dat is een mooie kleur. Dat is wel heel mooi. Het is echt een beetje een donkere koraal. En het pigment ziet er super goed uit. En dit is Honey Bun. Oké, ik moet zeggen, dat vind ik wel heel erg mooi eruit zien. Ja. En dan hebben we nu de allerlaatste kleur. Oh. Oh, dat is te veel. Ik heb echt te hard gedrukt, nu alles is eruit gekomen. Nou ja. Oh, wauw. Het pigment is echt super goed. Ik denk dat deze veel te licht is. Je moet wel een beetje blijven duwen, anders komt het er niet goed uit. Ik vind het echt super fijn aanbrengen. Oké, het voelt niet verkeerd. Plak misschien een heel klein beetje. En het voelt een beetje meer als een balm. Dus niet super plakkerig. Ik vind het ook niet super mat. Nee. Dat is het enige puntje wat ik even wil opmerken. Misschien dat het later nog gebeurt. Ik vind hem wel heel erg mooi. En hij is best wel goed gepigmenteerd. Brengt heel makkelijk aan. Het is wel een soort van eigenlijk een beetje een combinatie van een lipbalm en een lipstick. Dus ik denk dat je het gedurende de dag ook wel makkelijk kan aanbrengen. Dus wat vinden we van deze Pillow Talk Matte Lip Cushions? Ik geef hem een duim omhoog. Nou, we hebben eventjes onze lipstick weer verwijderd. Want we hebben nog een lipproduct om uit te testen. En dat zijn deze super schattige Jelly Bells. Het is dus een jelly lipstick. Ik heb daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Nee, ik heb nooit geen idee. Gezien. Geen idee wat we kunnen verwachten. Maar het zit in deze verpakking. En deze kosten allemaal 2 euro per stuk. En ik ben gewoon heel erg benieuwd
wat het nou is. Ja. Dus laten we het even openmaken. Hoezo is deze jelly dan? Misschien voelen we dat straks als we hem aanbrengen. Dit is Pink Laces. Hoe voelt het? Jellyachtig? Nee. Oh, misschien noemen ze het wel jelly omdat het gewoon een tinted lipbalm is. Een heel sheer is die eigenlijk. Dan hebben we hier Pigtails. Dan dat is wat meer een roze kleurtje. Ja, deze is heel subtiel. Hij valt wel op te bouwen, dat zie je wel. En dan is dit de laatste kleur. Daisy Chain. Die is ook echt heel licht. Kijk, zeg maar, hoe vaak je eroverheen gaat, hoe meer kleur je ziet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik gewoon een beetje teleurgesteld ben eigenlijk. Want als je iets een jelly lipstick noemt, dan verwacht ik echt een soort van schuddende drillpudding die je op je mond moet aanbrengen. En dan krijg je kleur. En dan, dit is dan eigenlijk een beetje een tegenvaller. Ik ben er nu meteen aan het... Oh, nee! Oh, wat erg. Waar is die? Ik heb dat hele ding eraf gebroken. Hij is helemaal stuk. Ik weet ook niet waar die is gebleven. Oh, hij ligt stil blijft het hoor. Nou. Ik heb hem eraf gebroken. Ja, ik weet het niet. Ik heb het nu opgebracht. Het is dus best wel een lichte kleur. En je ziet wel wat kleur inderdaad terug op de lippen. Hij voelt best wel droog aan. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje kindermake-up gehalte. Ja. Dus... Daar word ik niet zo enthousiast van. Voelt ook niet zo lekker of zo. Een beetje plakkerig. Ja, het is een beetje wat aan de drogere kant. Ja, dus ik zou het niet jelly noemen. Bij jelly denk ik aan nattig. Deze geven denk ik wel een duim naar beneden helaas. Nou, ons eindoordeel over de K-pop beauty line van Primark. En er zit een stuk plastic aan mijn arm. Ja... Ik bedoel, er zaten een paar dingetjes bij die we leuk vonden. En ik moet zeggen dat ik de verpakkingen ook heel mooi vond. Maar het is niet zo impressive ofzo. Het heeft niet echt een indruk achtergelaten. En als ik denk aan K-pop, dan denk ik aan nog gekkere verpakkingen. Nog interessantere producten. Dit was allemaal een beetje, ja, het was niet nieuw ofzo. Ja, en het zou ook wel heel fijn zijn, zeg maar. De verpakking kan super crazy en leuk zijn. Maar het zou gewoon fijn zijn als het product zelf dan ook... Heel goed is. Prettig is, ja. Als ik echt, zeg maar, moet kijken naar deze hele lijn, dan vind ik misschien het enige wat ik het echt waard vind wel om naar te kijken. Deze, de Sweet Cheeks Blush and Highlight Palette inderdaad. Die vond ik nog wel interessant. Ja, die vonden we mooi. Maar ik moet ook zeggen dat ik die Bubble Blush, ondanks dat het niet echt een soort product is waar ik heel erg van hou. Ik vond deze niet vreselijk omdat het wel een mooi kleurtje had en hij blendde ook heel erg mooi uit. Dus als je wel houdt van blushes en zeg maar op die manier wat kleur aanbrengen, dan vind ik dit zeg maar niet een misser. Ik ben heel erg benieuwd of jullie deze K-pop lijn al hebben gezien bij de Primark. Laat eventjes in de comment achter als je die hebt gezien en als je misschien benieuwd was. Of dat je misschien al een product uit deze lijn thuis hebt liggen. En laat ook eventjes in de comments weten welk product jij het interessantst vond uit deze video review. En dan wil jullie heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze video. Geef hem een duimpje omhoog en natuurlijk vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.